Wow, René de Draak. Oh my days, dat is cool. Maar kijk wat veel boeken. Oh my days, jongens, ik ben hier zo blij mee. Ik ga echt boeken voor deze. Nu kan ik zo een grote bibliotheek maken in mijn kasteel, hè. Je zal sterven. Dat zal je. Als ik mijn hartjes terug heb. Hallo. Ik ben dood. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag sta ik hier weer bij mijn prachtige kasteel in Kingdom Content. Kwast is net wakker geworden. Stip en Vlek zijn verdwenen. En ik heb nog steeds de kerstmuts op. Dikkie Dik en Toeter zitten met z'n tweeën gezellig te chillen. Hey! Daar is een van de twee, Stip of Vlek. Hoe kom je daar nou weer? Wat een rare plek voor de koe. Oh nee, het begint net te regenen. Man. Nou weet je, vandaag wil ik beginnen met een heel groot stuk progressie aan de basis. En daarna moeten we gaan kijken wat we met de oorlog gaan doen. Maar laten we eerst eens even veel gaan bouwen hier. Ik denk dat ik gewoon hier van alles begin met bouwen. En dat ik jullie heel af en toe wat laat zien. Maar zoveel mogelijk gewoon bouwen. En daarna pas uiteindelijk de uitkomst laat zien. Dus let's go. Ik ben begonnen met de outline zoals gewoon. Dat krijg ik ook altijd. Ik dacht hier een puntdak, daar een puntdak, hier een toren. En dan misschien dacht ik hier ook nog een klein soort uitbouwtje. Ik wil in het midden ergens ook nog een toren. Althans, misschien hier bovenop dat die toren nog hoger is. Ik denk dat ik dat aan de zijkant doe. Misschien hier, aangezien dit toch uitsteekt. Nog hoger gaat dan die toren daar. Ziet er in ieder geval goed uit. Dan kan je hier ook nog lopen. Dan heb je een soort van pad hier nog. En dan wil ik dit eigenlijk ook nog overkapt hebben. Dus ja, jullie zien het wel. Ik heb zoveel nog te doen. Dus we gaan gewoon weer lekker verder. Het ziet er al goed uit. Ik ben bezig met alle details toevoegen aan de zijkant van de muur. Heb ik ook allemaal aan de andere kant gedaan. Daar komt een grote toren. En ik twijfel, ik wil hem eigenlijk groter maken dan die. Maar ik weet het niet zeker. Dit gaat natuurlijk, het leuke is, dit gaat in een klus lopen met dit. Maar dat gaat juist mooi zijn, dat dit voor de helft zo tegen die toren aankomt. Waardoor je een beetje dat bij een kasteel, dat er overal en nergens en nog wat torens en daken en weet ik veel wat zijn. Dat gevoel wil je hebben. Ik ga nu dit kleine dak wat ik hier heb een beetje kopiëren. Maar dan hier en dan ook daar. En dan kijk ik wel hoe het gaat, hoe het eruit gaat zien. Ik weet in ieder geval dat ik 100% niet genoeg hout ga hebben voor dit. Oh ja, en ik moet zo meteen René even helpen. Want die heeft me gevraagd of ik haar kan helpen, zoals ik dus al zeg. Met haar dak in haar jungle base. Die heeft er wat problemen mee. Alright, mijn hout is bijna op. Ik heb nog maar 12 sters en nog maar een paar slabs. Ik heb een heel gedeelte van de andere kant van dit dak gedaan. Kan ik wel even laten zien. Nou, dat ziet er gewoon goed uit, to be honest. Er komen misschien nog wat details onderin de muur. Misschien nog een overkapping, weet ik veel. De hoogte vind ik ook wel leuk. En dat hout voegt gewoon veel toe. Want het is dan natuurlijk allemaal zo stenig hier al. Als je het bekijkt. Gewoon al die muren en al het gedoe. Dan is het hout, vind ik, altijd wel essentieel om een beetje verandering erin te brengen. Maar laat ik nou naar René gaan, want die heeft even mijn hulp nodig. Kan ik misschien gelijk even een leuk toertje krijgen door de jungle weer. Wow, René de Draak. Oh my days, dat is cool. Wow. Oh, dat is echt heel gaaf. Zo, die vleugels, wat lijp, hé. Hoe heeft ze dat gedaan in survival? Dat is echt een poepwerk om dat te doen, volgens mij. Oh, en wat is dit? Er is een aap. Oh, een boeddha-aap. Oh, maar deze, ik zie het. Hij heeft een soort sjerp om met zijn handen zo tegen elkaar aan. En de kleermaker zit. Oh, maar deze, dit is echt heel cool. Deze jungle wordt zo lijp hier. Alright, van René, die heeft de voice chat even niet aanstaan. Maar ik moet dit dak hier maken. En dan met een overgang van hier naar daar. Dus laten we even kijken hoe we dat gaan doen. Alright, en ze zegt ook dat het deze kant op moet. Dus ik ga kijken hoe ver ik kom nu. En zo vermoeid is het misschien, denk ik helemaal niet. Oh, ik krijg gewoon 10 diamonds van er. Nee, joh. Ah, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Dit vind ik heel leuk. Ik ga even gelijk in mijn energy stop. 10 diamonds, hè? Kan ik weer eten verkopen? Nou, het ziet er al goed uit, jongens. Ik ben er al langzaam een beetje blij mee aan het worden. Als je het zo ziet, het is al overkapt. Ik ga gelijk de andere dak doen voor de. Dan heeft ze gelijk gewoon alles. Dat is wel chill. René is echt leuk bezig met allemaal vogelhuisjes. Ze heeft hier een soort van... Ze is met alle vogeltjes bezig en het ziet er gewoon echt heel leuk uit. Daar komt op neer. 2 vogeltjes hier in een vogelhuis. Hier is ze nu bezig om vogeltjes erin te krijgen. Het is best wel schattig hoe die vogeltjes zo in een hokje zitten. Kijk, ze vindt het ook zelf super lief. Alright, het is klaar. Ik heb er de daken gemaakt. Ik kan ze hier nu vrolijk verder de ding doen. Ik vind het er leuk uitzien over kappingjes en al. Ze kunnen zelf wat blaadjes toevoegen en weet ik veel wat. Nee, de blaadjes die mag ze lekker zelf doen, want het is natuurlijk niet mijn basis en ik wil je niet allemaal details gaan toevoegen en de hele werk stelen van haar. Maar ze vroeg gewoon of ik het dak kon doen. Alright, dan gaan we nu gelijk even een toertje krijgen bij Maurits, want ik ben al een tijdje niet meer in zijn basis geweest en volgens mij is er wel veel veranderd. Alright, de grote tempel van de jungle met een... Oh, wat is dit dan? Oh, maar hij heeft een... Hij had een Star Wars bel. Natuurlijk heeft hij een Star Wars bel. Wat is dit? Oh, dit is de mailbox. Ah, oké, dat is cool. Heel cool. Oh, maar deze, wat is hier allemaal gebeurd? Wat is dit dan? Wat is dit? Wow, wat lijp. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er cool uit.
Summon Mark. En Summon Maurits. Oh, ik snap wat ze bedoelen. Oh, dat is handig. Wow, dat ga ik heel even testen. Kijk, weet je wat het is, jongens? Hier kan je een enderpearl doen. Dit is een soort Minecraft lifehack. Dan gooi je die enderpearl erin. Dan komt die terug omhoog. En dan werkt het niet. Weet je, ik ga nog meer. Sorry, ik ga die enderpearls opmaken. Je doet hem erin. En dan komt hij terug omhoog. Kijk, en dan blijft hij hier drijven. En dan kan je weglopen en dan kan je je ding doen. En stel, er is iemand anders hier bij de base. En die klikt dan hierop. Hoppakee, dat teleport je er naartoe. Heel lijp gedaan. Echt heel cool gedaan. Dan hebben ze hier natuurlijk een grote chestroom. Allemaal automatisch natuurlijk. En dan hier. Jezus, waar zijn we beland? Oh, oh mijn god, ik schrok even serieus. Ik dacht dat ik in de lava ging vallen. Wauw. Dit is echt een hele lijpe basis. Wat is het gaaf hier? Wat is het lijp hier, Maurits? Ik weet niet wat je nu aan het maken bent, maar... Ja, dit dan weer niet. Dit is het enige wat niet... Wat, ja, maar als in de route hier naartoe en al die andere dingen, het ziet er echt heel cool uit. Dit ook hier. Dit vind ik echt lijp. Jullie bamboe-ruimte hier. Gewoon als jullie tuintje. Nee, dit is de fuel voor onze smelter. Oh, dat meen je? Hij heeft ook nog een nut ook. Ja, joh. Het is allemaal nuttig. Het is allemaal nuttig hier. Ik vind het echt heel cool. Het is echt mooi gemaakt. Thank you. En ik vind dit ook. Wat is dit? Kijk, ik weet die summon dingen, dat heb ik net een beetje uitgevonden. Ik weet dat het met die enderpearl is en dan dicht doen. Ik heb twee enderpearls opgemaakt. Maar... Oh! Maar wat is dit? Dit is echt cool, maar ik weet niet wat het is. Dit is gewoon cool. Dit is gewoon kunst. Nee, okay. Daarom. Je kan er ook niet inlopen, want... Nee, oké, het is veilig. Het is lijp. Ik vind het echt heel cool. Het is gewoon een plek, want beacon beams zijn nog niet echt mooi. En het is eerder gewoon Star Wars dingen. Ja, en je kan deurbel, had ik ook al gehoord. Nee, en als je er nou invalt, wat dan? Dan val je. Kan je er ook nog uit? Ah. Oh, ik vind het een mooi gebruik van... Is dat een gezichtje? Dat is dat logo voor ons. Dat is jullie logo. Het is een klein gezichtje. Mie. Ja, mie, inderdaad. Of zo, ja. Nou, nice. Nee, ja, goed doe je. Maar that's it. Als in, voordat ik nog meer mysterieuze ruimtes heb gemist. Nee, je bent de enige die niet schrok van deze lava. Ja, nee, inderdaad. Ik schrok echt niet. Dit is... Wat wordt dit? De bamboe. Oh, autosmelten zeker. Dit is de smelter. Oh, er is in het open hier. Het is een open concept. Een open concept, oké. Okay. Nee, hier komt nog een mooi dingetje op. Nou, lijp. Dit is mijn uitgang dan ook. Dat gebruiken we heel vaak. Ja, dat is nog handig. Ik vind jullie gebied echt leuk, want jij, René en Flo wonen natuurlijk samen. Dus er gebeurt van alles consistent hier. Ja. Dat is echt cool. Als in die draak. Ik vind die aap er ook echt lijp. Aap is zo cool. Het begint echt gewoon één geheel te horen. Dat is echt leuk. Die tempel daar voor jullie portal. Ja, lijpe dingen. Oprecht heel lijp wat Maurits en Mark aan het bouwen zijn daar met z'n tweeën. Laten we gelijk even bij Floor kijken. Want blijkbaar zijn Floor en René hun basissen nu gelinkt aan elkaar. Kijk, dit is dan de route naar René. Dan ga je via de bomen helemaal naar René toe volgens mij. Maar dit is dat van Floor. Een leuk woonkamertje. Of course een keuken, een kat. Oeh, dit is wel een heel gevaarlijk gat. Oh, nevermind. Dat is wel veilig. De chestroom van Floor. Wat hebben we hier? Oh, de slaapkamer met een vies bruin bed. En misschien dat dit dan ook nog van Floor is. Wacht even. Ik weet het niet, want het gaat alle kanten op. Oh, dit is het pad naar René toe. Kijk, en dan kom je daar helemaal... Oh, dan kom je daar helemaal bij René uit, bij de draken en zo. Hier hebben ze een netherportal. Ja, het ziet er allemaal echt heel cool uit, moet ik zeggen hier. Wat is dit, hierboven? Dit is gewoon een uitkijktoren of zo. Oké, nee, leuk. Ja, mooie biome dit. Erg mooie biome. Kijk nou, jongens. Wat ziet hij er prachtig uit, hè? Het kasteel in het zonlicht. Althans, in het maanlicht dat er zelfs nu aan gaat komen. René, die rent hier ook vrolijk rond. Maar als ik hem zo zie, dan ben ik er oprecht echt blij mee. Oh, en de belichting is lelijk geworden. Doei, René. Maar voor nu, jongens, ga ik lekker naar bed. Slaap lekker. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe dag. En dan gaan we gewoon weer lekker verder. En een hele goede morgen. We zijn teruggekeerd op Content Veen. Ik heb mijn oranje trui weer aan, dus voor jullie ziet er niet zoveel verschil in. Maar het is voor mij een nieuwe dag. En toen ik wakker werd, had ik zo'n goed idee, jongens. Ik dacht, ik heb spullen nodig, boeken. Ik wil alles eigenlijk even hebben, maar hoe ga ik dat nou krijgen? En toen kwam ik met het idee, ik heb nog een mansion. Er is hier letterlijk om de hoek nog steeds een mansion die ik even moet raiden. Dus als ik nou even mijn Bramreker, Rick Rufter en Justin Jager wegleg en gewoon met standaard tools die kant op ga, dan kan er toch bijna niks fout gaan. Dus laten we even slapen. Mag ik weer terug mijn huisje in. En dan gaan we gelijk kijken of we die mansion kunnen pakken. We zijn aangekomen. Ik heb een extra bed meegenomen. Super chill, want dan kan ik gewoon best wel vaak doodgaan. En het maakt me echt niet uit als ik nu doodga. Ik heb maar 2 levels aan min command. Het kan erger. Oftewel, laat ik dit bed hier even plaatsen. Hoppakee, respawn point set. Mijn editor Sebastian. Ik wil graag een dead counter. Ik wil weten hoe vaak ik doodga. Laten we naar binnen gaan. Laten we het avontuur beginnen. Ja, ik hoor je, maar ik zie je niet. Waar ben je? Hey, zombie. Zet toch maar een beperkt aantal van die beesten.
Ah, dat gaat goed. Ah, yes, een emerald. Hier, wat dachten we ervan? Laat ik alles belichten, dan kunnen er ook geen monsters meer spannen. En laten we gewoon zoveel mogelijk loot hier. Die deuren gaan we slopen, ik heb geen zin in gekloot. Nou, er ligt hier niet heel veel bijzonders, als ik het zo zie. Hallo! 1, 2, 1, 2, 3. Waarom heb ik geen schild gemaakt? Kijk, nieuwe emeralds. Ja, jongens, dit is fijn hoor. So far gaat het nog best wel goed, al zeg ik het zelf. Allemaal kisten, maar ik weet niet of je hier loot kan vinden. Oh mijn god, ik hoor ze, ik word helemaal gek van ze. Weet je, laat ik die kisten maar gewoon hakken. Want dan heb ik gewoon gratis kisten. Bespaart mij weer kisten maken. Nou, we gaan door naar de volgende kamer. Hallo, is je die man? Nee, alleen bloemetjes. Weet je, die gaan we alsnog hakken. Goeie loot voor mij. Hé, een creeper. Wat is dit? Wow, dit is zo'n grote... Oh mijn god, wat cool. Dat snap ik niet. Waarom dat in al die dingen zit? Je vindt hier altijd van die grote wollen dingen van beesten en zo. Dit is van de Vindicator, volgens mij, of hoe dat ook heet. Nou, nog meer kisten. Laten we die ook allemaal... Oh, en een boze man. Een hele boze man. Alright, dat was de eerste gedeelte of de eerste verdieping. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Mijn toortjes zijn wel bijna op. Dat is een beetje stom dat ik die ben vergeten. Dus laat ik af en toe even wat toortjes weghalen zoals dit die niet echt nodig zijn. En een nieuwe avontuur beginnen met nieuwe deuren en nieuwe mogelijkheden. Hallo? Een zombie. Oké, weet je... Prima, ik kill jou wel eerst. Nou, dit is niet zo interessant. Laat ik er wel een torch plaatsen, want ik weet dat ik er al geweest ben. Hetzelfde geldt voor hier. Torch, torch. Waarom is er zo weinig interessants in af en toe van die kamers, joh? Hier weer zo'n vindicator. Hartstikke leuk, maar je hebt er niet zoveel aan. Ah, kijk, de main hall. De officiële ingang. Kijk, wat een mooie ingang dit origineel heeft. Het ziet er niet uit. Oké, laat ik eerst de benedenvloer gewoon eventjes helemaal geloot hebben. Ik bedoel, als dit gedaan is... Kijk, kist. Ah, er zit niks in. Dat is nou weer net jammer. Hier weer helemaal niks. Ook helemaal leeg. Hallo. Goeiedag. Dag meneer. Kan jij me niet even vertellen waar de loot ligt, jullie? Jezus, wat een kisten weer. Au. Zou ik zo? Ik ga ze gewoon allemaal slopen. Wie weet zit er iets leuks in. Wat zei dat er gewoon geen loot te vinden is in die kisten zover? Come on nou, ik wil gewoon een beetje leuke dingen vinden. Hier, ik heb echt al anderhalf stek kisten gesloopt en gewoon niks eruit gekregen. Nou, laten we maar naar verdieping 2 gaan. Kijken of we daar iets interessants kunnen vinden. Ik denk dat het wel gevaarlijker wordt met de beesten. Hallo. Goeiedag. Middag. Jij bent snel. Wat zijn die beesten eng snel? Ze zijn heel snel en dat is echt eng. Laten we eerst deze kant op gaan. Hallo? Oh mijn god, waar gaan we hierheen? Wat is dit? Hallo? Ja, jij bent niet leuk. Jij... Nee, tot ziens. Ik ren weg. Ik heb het gezien bij jou. Ik weet dat hij van die kleine vervelende geestjes spant. En dan ben ik de klos. Deze kamer zocht ik. Ja, dit is fijn. Kijk, dat is dan weer jammer dat hij daar net zit. Oh, kom naar beneden, jongeman. Kijk, dit zijn gewoon gratis boeken. Hoe chill is dat? Dit bespaart je zoveel leer en zoveel sugarcane. Hadse, flatse, hadse, pats, jongens. Hier word ik erg blij van. Kijk, toch gewoon weer een stack boeken. En meer zelfs. Meer dan een stack boeken hieruit gekregen. Hebben jullie nog meer boekenkamers, jongens? Nee, helemaal niks. Zit hier achter iets? Hallo? Wat is dit? Oh mijn god, het is groot dit. Hallo? Oh, wat is het? Nee, weer zo'n ding die beesten spant. Nee, ik ga dood. Ik ben de klos. Ah, ga dood. Sterf, sterf, sterf. Kom hier. Ja, dat is eentje. Oh, oké, ik kan dit, jongens. Ik ben inmiddels wel al level 7. Dus ik zeg net wel helemaal leuk van mijn levels maken niet uit. Maar ik vind het eigenlijk best wel fijn dat ik nu al level 7 ben. Hey, kist. Ja, een music disc. He, een beetje loot, maar het is wel echt poeploot. Beetroot is op zich wel interessant. En de gunpowder wil ik ook. En kool. Want dan kan ik, kijk jongens, kan ik nieuwe torches maken. Ja, ja. Hey, een kat. Ah, jij bent geen kat. Waarom doe je niks? Hij bleef gewoon staan. Hij had vrede mee dat hij dood ging. Ja, ik zag ze weer, die dingen. Nee, 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 nee. Au, au, ah, ah. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Oké. Ik zag boekenkasten, jongens, op mijn weg. Terwijl ik heel mannelijk aan het vechten was hier, zag ik boekenkasten. Kijk, jou vind ik niet leuk. Oké. Ja. Oh, en dat zijn er veel. Oh, mijn god. Oh. Stop! Laat mij met rust. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Ik ga 100% dood. Ik ga 100% dood. Als jij me niet met rust laat, ben ik echt dood zo. Hé, wacht. Jongens, dit is volgens mij precies waar ik stond. Of niet? Waar mijn bed staat. Ben ik hier niet ingegaan? Ja. Kijk, wacht eens even. Ja, hier staat mijn bed. We kunnen even slapen, hoort het weer dag. Laten we trouwens eerst gewoon even een kistje pakken en daar gewoon al onze gevonden loot al in doen. Dan kunnen we sowieso niks meer kwijtraken. Ik ben slim. Kijk hoe slim ik ben. Kijk, en dan kunnen we daarna gewoon weer hoppakee, hoppatee, hoppatee terug erin. En dan kunnen we die creeper hier even killen. Want er stond hier als goed als een creeper. Oh, loop! Oké, er stond een creeper inderdaad. Dat is verleden tijd. Oh, daar moet ik voor oppassen. Maar kijk wat veel boeken. Oh my days, jongens. Ik ben hier zo blij mee. Ik ga echt boeken voor deze. Nu kan ik zo een grote bibliotheek maken in mijn kasteel, hè. Ik wilde legit gewoon niet alleen de boekenkast gebruiken voor enchantments. Maar ik wilde ook echt een eigen mega bibliotheek maken. En dat gaat 100% goed komen nu. Nee! Jij gaat dood! Ja! Totem of Undying! We hebben hem! We hebben hem! En nu gaan jullie... Ja, vlug maar.
Ja, wat zijn we van plan, hè? Wat zijn we van plan nu jullie baasje dood is? Huilen. Dat ziet eruit. Dat is een goed plan. There you go. Oké. Ja, nu ben je boos, hè? Nu ben je boos. Ja, wat ga je eraan doen? Wat ga je eraan doen? Sterven. Hoppakee. Nice. We hebben gewoon een totem of undying, jongens. Alsof het niks is. De totem of undying. Ik heb echt niet normaal veel boeken. Ik ga ze gelijk allemaal even wegleggen. Hetzelfde voor mijn totem of undying. Die gaan we ook eventjes veilig wegleggen. Maar holy crap. Wat ben ik hier blij mee. Kijk dan hoeveel boeken we hebben. Oh, ik ga mijn leven lang geen boeken meer nodig hebben, joh. Ik kan de hele wereld aan. Deze kat, die kunnen we ook een keertje meenemen voor wol. Want dat is echt heel veel wol, dit. Dat is echt top. Dus gewoon even een schaartje hebben, dan kunnen we dit hakken. Nog meer boekenkasten. Ja. Hey, een diamond hoe. Nou, ook leuk. Wat ijzer, een golden appeltje. En voor de rest niet zo'n hele bijzondere loot. Maar elke loot is altijd welkom, hè. Nou, laten we eens een keertje deze gast hier pakken. Kom maar, jongeman. Kom maar met je spreuken. Oeh, het zijn er meerdere. Het zijn er meerdere. Ik ga dood. Oké, tot ziens. Ah, tot ziens. Tot ziens. Nee. Ik zei niks. Ik ben onschuldig. Oké, ik ben niet onschuldig. Kom maar. Je zal sterven. Dat zal je. Als ik mijn hartjes terug heb. Hallo? Ik ben dood. Oké, nee, die was verdiend. Laten we snel wat spullen halen. Kijk, en dit is het voordeel dat ik mijn bed gewoon heb geplaatst. Ik ben wel mijn levels kwijt, dat vind ik wel heel jammer. Maar voor de rest, mijn spullen liggen gewoon hier. Toch? Huh? Oh, ik kan het zeggen. Oh, mijn god. Ja, nee. Jij gaat dood. There you go. Oh. Oké, nou, levels kwijt. Set, maar maakt verder niet zo heel veel uit. Er was er nog geen, toch? Ja, jij. Ja, oké. Lachen. Grappig, jongens. Ja, hij is dood. Nou, hè? En dan maar aanvallen, hè? Doe maar. Doe dan. Oké, nee, niet doen. Ik maak een grapje. Het is maar een prank. Het is voor YouTube. Hier, sterf. Oh, never mind. Ja, kom aan. Oké, nou, we zijn veilig. Oh, laat behalve deze guy nog. Jij, hoppakee. We hebben 2 totem of undyings. Nou, beter had ik het eigenlijk niet kunnen verwensen dan dat het is gegaan. Volgens mij staat hierboven staat een kistje. Dat is een hele mooie loot voor mij waarschijnlijk. Ja, en er zit in. Oh, een diamond chestplate. Sweeping edge. Oké. Gunpowder en cat. Nou, we hebben 2 music discs. Maar een nieuwe chestplate, dat is wel fijn. Die ga ik bewaren voor als ik een nieuwe chestplate wil upgraden. Naar netherite en wil enchanten en zo. Dan heb ik gewoon een hele. Ik weet dat hierboven ook nog loot staat. Maar ik heb volgens mij ook... Ja, er zat een creeper. Klim jij maar even met de ladder. Oh, hij kan echt even in de ladder. Hij kan het serieus. Ik wist dat niet. Ja, cool. En weer 13 en nog een keer 13. En multishot. Nou, er komen toch best wel goede enchants hier vanaf, jongens. En nog een melon seed. Laat ik dit kool weer even omzetten door torches, want ik had er niet meer genoeg. Hallo. Ja, gezellig. Jij komt met je ex om afrennen. Je bent boos. Jij is band van die kleine rotbeesten. Wat doe jij snel? Oh, jij bent nog beter. Oké, je bent dood. Hij is heel lijp, maar hij is dood. We hebben 2 totem of undying, in totaal 3. Nou, hier is een leuk bed waar we verder niks mee kunnen. Hier is nog een leuke mattie die even sterven zal. Hoppakee. 10 levels? Oh mijn god. Dan had ik net zeker ook heel veel levels. Dat ik er nu alweer 10 heb. Ik denk dat ik vooral gewoon blij ben met mijn totem of undying en met mijn boekenkasten. Hier weer een diamond hoe. Woehoe. En pumpkin seeds. Hé, dat is wel lachen. Uiteindelijk wil ik al deze carpets ook even gaan stelen. Want ja, dat gaat toch goed van pas komen, hè? Allemaal gratis carpets. Alright, er is volgens mij is dit de laatste achter deze kip hier. Wat voor guy ben jij? Ja, je bent er zo een. Nou, lief mij, daar ben ik niet blij mee. Maar als ik je nu kill, kijk. Heel chill. Dan krijg ik nog 1 totem of undying. En rennen we er. Dan gaan we er vandoor. Tot ziens. Hier hebben we 3 totem of undyings. Wat is het voor valspelerij eigenlijk? En volgens mij kan ik hier ook nog looten. En daarin nog een music disc. Nog een music disc. En wederom gewoon... Ah, we gaan tijden. Ga dood. Alright. Wat een vervelende rotbeest de hele tijd. Nou, ik heb nog even een aantal rondjes gelopen. En volgens mij heb ik hem helemaal geloot. Laat maar even in de reacties weten als er echt nog geheime kamers of zo zijn. Maar ik denk dat dat niet een ding is op het moment. Hier is mijn originele in- en uitgang. Daar gaan we ook weer doorheen. En dan is hier mijn bed. En heb ik wel te veel loot bij me om allemaal bij me te dragen. Dus ik ga een paar keer heen en weer moeten lopen. Oeh, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, dat moet wel. Althans, even kijken hoor. Wat is niet belangrijk? Pumpkin seeds, rotten flesh, melon seeds. Die boek moet 100% mee. Heb ik nog meer? Dat hout kan weg. Crafting table kan wel weg. Redstone kan weg. Oeh, ik hoor een zombie. Moet oppassen. Nou, ik kan bijna alles. Ik denk dat ik alles wel in één keer mee kan nemen. Die arrow sticks en bones kunnen weg. Dan wil ik het boek mee. Die music disc. Wat chests mee. En ik denk dat
dit, hier kan ik ooit wel een keertje voor terugkomen. Maar dit is veel belangrijkere loot die ik nu bij me heb. Weet je wat? Ik ruil de strings om voor chest. Dan heb ik nog meer chest. Nou, dan gaan we terug naar de base. Dan gaan we even daadwerkelijk even goed bekijken wat we nou allemaal geloot hebben. Oh, wat fijn om weer lekker thuis te zijn, jongens. Hallo, Toeter. Hallo, Dikkie Dik. Ik heb wel mijn bed helaas op moeten offeren, maar dat is niet zo heel erg. Laat ik eens even dan nu hier gewoon de ruimte maken voor meer kisten zoals dit. En dan daar mijn nieuwe loot in doen. Ik heb echt mega veel boeken. 4 Totem of Undyings. 6 Music Discs. Ook echt waarvan 4 hetzelfde zijn en 2 ook hetzelfde. Verder heb ik nog Multishot en Sweeping Edge. Een nieuwe Diamond Chestplate. Een Golden Apple. 7 IJzer. En 8 nieuwe Emeralds. Dit is echt goede loot, jongens. Enorm veel kisten ook. Lekker wat Gunpowder erbij. Ja, dit was een goed avontuur, al zeg ik het zelf. Laten we die Totem of Undyings verkopen. Ik hoef er zelf maar eentje. En laat ik die andere 3 gewoon gaan verkopen. Want dan kan ik gewoon even wat nieuwe diamonds voor krijgen. Nemen we een kist mee. Nemen we wat signs mee. En dan gaan we naar het winkeleiland. Alright. Er is zijn... Mijn hout is alweer op, natuurlijk. Oh, iemand heeft een keer 10 mushrooms gekocht. Nou, hey, de business die loopt, hè. Laat ik deze barrel weghalen. Hier even zo doen. En dan daar de kist op plaatsen. Een nieuwe sign er tegenaan die zegt... 1 totem is 15 dia. Ik denk dat 15 diamonds voor 1 totem wel goed is, hè, jongens. Dan doen we hoppakee, hoppakee, hoppakee. Verkopen we 3 totemen van diamonds. Kijk maar wie ze wil. Geen idee, maar hout moet ik ook weer bijvullen. Oh my days, we hebben wel 22 diamonds. De business gaat goed. Laat ik dan die weer even omwisselen met die. Die weer even omwisselen met die. De ho houden we maar gewoon. Ik bedoel, toch handig om een diamond hout te hebben. En dan moet er weer hout bijgevuld worden. Hé, hey, een nieuwe winkel daar. Oeh, daar moeten we dan ook maar eventjes langs. Even kijken wat het is. Volgens mij is dat de nieuwe, oh, de nieuwe redstone winkel van Maurits en Mark. De M&M's. Aan de progressie te zien is hij nog niet af. Mark en Maurits Redstone Service work in progress. Lijp. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dat zeker inhuren, want ik wil best wel wat redstone dingen in mijn base hebben, waar ik gewoon geen verstand van heb. En ik hoef het eigenlijk ook niet te leren. Hoe graag ik het ook wil leren, maar dat gaat me te veel tijd kosten om andere dingen te doen. Oh, wacht. Mijn eten is trouwens bijna op. Ik moet even langs de winkel van de jungle. Van die jungle. Hier nemen we 1, 2, 3, 4 diamonds mee. En die gaan we dan even opmaken aan nieuw voedsel. Ik neem gewoon weer een halve stack steak voor... dia. Oh, dat is wel bijna op netje. Dan neem ik 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Dan neem ik op pork. Vlees vind ik altijd het beste eten gewoon. En dan doen we het eten even in de ender chest voor nu. Bij het andere ook moet oppassen, want dit zijn de 3 porkchops die ik van Edo heb gekregen. Die zou ik inlijsten. Heb ik nog leer om dat toevallig te doen? Nee, anders had ik even een item frame gemaakt. Had ik wel even wat nieuwe torches maken, want ik merkte net hoe een tekort aan torches ik had en ik vond het heel vervelend. Oh, we hebben nog een porkchop. Oké, dus extra eten. Die nemen we gelijk op zak. We hebben nog best wel veel ijzer. Dat kunnen we hier even doen. En dan wilde ik iets doen, maar ik ben een beetje vergeten. Oh ja. Ik heb 11 levels. Oftewel, mending. Ga jij eens eventjes heel gauw hier. Hoppakee, op mijn Justin jagen. Kunnen we die ook repareren? Nu hoeft er alleen nog maar een breaking op. Op allebei. En dan kan ik ze upgraden naar de netherite. En daarna moet ik ook mijn zwaard gaan enchanten. Ik had nog een leuk idee. Wat ik bij Maurits vorige keer zag. En dat was een brievenbus. Dus wat nou als ik hier nou gewoon zo. En daar op die barrel plaats. Of andersom eigenlijk, denk ik. Zo. En daar op die barrel, zoals dit. En dan hier misschien trapdoors aan de zijkant. Wacht even hoor. Een beetje zoals dit. Zo. Kijk, dan heb je een soort... Nou, nah, dat ziet er niet uit. Wacht even hoor. Als ik nou gewoon zo doe en dan zo kijk. Ja, dit ziet er leuk uit. Alleen de plek is een beetje... Misschien dat ik hem iets meer in de muur moet doen. Want als ik hem gewoon zo doe en dan zo. Ja, kijk. Dit is leuk. Nu is het echt een brievenbusje. En als ik dan een itemframe in doe met daarop een papiertje, dan snappen ze het ook. Laat ik het nu gewoon zo doen met de sign brievenbus. En dan even glow ink text gebruiken. Want als het goed is, heb ik die. Ja, en dan even een kleurtje erbij. Doen we gewoon even een leuk geel kleurtje. Zo, 1 en 2. Hoppakee, de brievenbus. Van Kingdom Content. Hij is geel, daar hou ik niet helemaal van. Maar althans, mijn hele kanaal is geel. En ik heb net... Ik hou er niet van, van gele tekst zoals dit. Die kleur geel. En dan jongens, moet ik helaas voor vandaag de video al afsluiten. Het is waarschijnlijk een iets kortere video dan normaal. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar wegens de feestdagen en wegens oud en nieuw heb ik gewoon niet veel tijd meer. Maar ik doe alsnog mijn best met zoveel mogelijk video's, jongens. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet hebt gedaan. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. En tot de volgende keer. Yeah!